Dit is een bespreking van het vierde stukje van paragraaf 34 van Livius ab urbe condita, boek 21. In het voorafgaande hebben we gezien dat Hannibal op een smalle weg midden in de Alpen met aan één kant een hoge bergrug toch wordt aangevallen door die barbarie die een vrije doortocht hadden beloofd. Met name de achterhoede met de infanterie, de voetknechten, waar Hannibal ook zelf zich bevindt, die biedt weerstand. En op dat punt in het verhaal waren we. Bij het begin van deze tekst weet de lezer al dat de Puniërs of Hannibal en zijn Carthagers niet verslagen zijn daar. Want dat stond in de zin die hier onmiddellijk aan vooraf gaat. En zo moet je dat tunc quoque lezen. Dus ook toen. Ze hebben gewonnen, stond er in het begin, maar toch, desalniettemin, toen alsnog, is er gekomen, dat ventumest hebben we alles gezien, kwam men tot het uiterste van gevaar, staat er letterlijk, en bijna, perniciem hangt nog af van dat ad, tot de ondergang. Dus Hannibal en zijn leger zijn daar bijna te gronde gegaan. Want, terwijl Hannibal is het onderwerp van cunctatur, want terwijl Hannibal aarzelt, staat er letterlijk, ik heb aarzelde vertaald, dit is een presens historicum. Want terwijl Hannibal aarzelde om naar beneden te sturen, om naar beneden te laten gaan zijn acht men, en daar worden die voetknechten, die infanterie mee bedoeld, in Angustias, in de nauten. Die voetknechten die liepen achteraan, die hebben zich inmiddels omgedraaid om de aanval van de barbaren, van die bergvolkeren, af te slaan. En Hannibal aarzelt nu om zich te laten aansluiten bij de rest van de stoet, die inmiddels natuurlijk al door die pas aan het trekken zijn. Waarom aarzelt Hannibal om dat te doen? Omdat hij niet reliquerat, dat is het hoofdwerkwoord, omdat hij niet had achtergelaten. En de hoofdstructuur van de zin is ut ita, omdat hij niet zoals was, zo hij had achtergelaten. Omdat hij niet, nu vul ik de rest in, omdat hij niet zoals hij zelf was tot bescherming voor de ruiters. Dus die ruiters lopen kennelijk voor de infanterie. En die infanterie moet die ruiters in de rug beschermen. Omdat hij niet zoals hij zelf tot bescherming was voor de ruiters. Dat praesidio, dat is een zogenaamde dativus van doel. Hij zo ook op dezelfde manier voor de voetknechten, voor de infanterie, iets van hulp, dat kwik kwam, hoort bij die genitivus auxilii, omdat hij iets van hulp had achtergelaten voor de voetknechten in de rug. Dus achter die infanterie loopt niemand meer. Met andere woorden, als zij zich omdraaien, dan vallen die barbaren opnieuw in de rug aan. Dus omdat die Hannibal is er aan het aarzelen van moet ik nou die infanterie weer laten omdraaien of niet. Nou, die Montani, die zijn het onderwerp, dat zijn die bergbewoners, die wachten dat niet af. Die incederen, dat is geen infinitivus, maar hetzelfde als incederunt. Die bezetten in het perfectum, bezetten dus terwijl Hannibal aarzelde, bezetten in de verleden tijd die bergbewoners. De weg, de viam, dus die zitten nu gedeeltelijk tussen Hannibal en de rest van zijn leger in. En die bergbewoners die doen dat occursantes aanrennende per obliqua, door de scheve dingen, staat er letterlijk zoiets, aanrennend door van opzij per obliqua, bezetten de Montani, de bergbewoners, de weg. En dan een ablativus interrupto achmine, met de kolonne onderbroken zijnde in het midden, medio, hè, nadat zij de kolonne in het midden hadden doorbroken, onderbroken. En nox una, en één nacht, is acta, is doorgebracht, Hannibal dativus van de handelende persoon, auctoris, en één nacht is door Hannibal acta doorgebracht, sine equitibus, zonder zijn ruiters,
En ook zonder zijn bagage, want die zaten dus in de andere helft van die kolonne, van die Achmen.